Hey kijkers van Dus David Kraft, welkom bij een nieuwe game mode die waarschijnlijk niet op de DDG server komt, maar gewoon een private game zoals Manticore onder andere. En dit is, ik heb er nog geen eens een naam voor, maar het is rood tegen blauw. Laten we daar even op houden in de map Loads, die hebben we zelf gemaakt. En we hebben hier twee verschillende teams. De Flansmod mod die staat aan. Ik ga het zo meteen vanaf boven proberen te filmen. En dit is het team van Duffy. Duffy, welkom. Hallo. Dankjewel. Heb je deze zelf samengesteld? Heb je ervaring met deze mensen? Ik heb ervaring met een aantal mensen, met vier om precies te zijn. En voor de rest heb ik vertrouwen in de nieuwe mensen, dus dat gaat helemaal goed komen. Ja, je gaat zo PvP'en met Flansmod namens Team Rood. En dan gaan we even bij Team Blauw kijken, want daar zijn weer heel andere mensen. Namelijk de man die nog nooit een potje verloren heeft, Realkiller met zijn mensen. Hi. Heb jij er een beetje zin in? Ik heb er veel zin in. Oké. Nou, wat we gaan doen, we zitten nu nog met z'n allen even op één teamspeak. Maar ik ga een kant kiezen. Eens even kijken, bij wie ga ik de hectiek volgen? Ik denk dat ik bij Duffy ga meekijken. Dat betekent dat jullie al met z'n allen naar een teamspeak hieronder mogen. En ik zou zeggen, heel erg veel plezier jongens. Dan gaan we even kijken. Duffy, jullie mogen bij deze trouwens alle kisten gaan openen en verdelen jongens. Oké. Okay. En de rest mag dus naar een andere teamspeak gaan. Zoals ik al zei, Duffy, heb je dus meerdere kitjes, je hebt meerdere wapens, je hebt 7 man deze keer. Normaal gesproken spelen we met z'n 6. En de truc is natuurlijk om te zorgen dat de kits een beetje goed verdeeld zijn. En dan hebben we het nog niet eens over de map movement. Dus wat ga je doen? Ik denk dat we eerst met z'n allen eventjes moeten gaan unmuten. En dat we even gaan overleggen in LVL om in de kist te gaan kijken wat er is. Waar iedereen zich op dat moment fijn bij voelt. Laten we daarmee gaan beginnen. Ja. Eens even kijken wat voor wapens we hebben hoor. We hebben M14 met een Silencer Red Dot. Een Dragunov, oké, sniper. M16 A4, P5, dat is voor close combat. Nog een MP5 en nog een M14. Die wil sniperen. Laten we daarmee gaan beginnen. Vind ik wel belangrijk om te weten. Ik wil graag sniperen. Wie is dat? Even de naam zeggen? Dianz. Oké, heb je Optifine aanstaan? Nee, eigenlijk dat niet. Nee, dat is goed. Oké, dan betekent dat jij dus krijgt zo meteen een sniper. Oké, dan zat hij in ieder geval vast. Zijn er voor de rest mensen die bepaalde wapens per se willen gebruiken? MP5. Oké, Sander wil sowieso MP5. Ja. Als ik verder geen dingen hoor. M14 willen. Ja, een M14, oké. Voor zover ik hoor, komt het allemaal verder wel goed uit. Qua gear moeten we ook even gaan kijken, want... Het is tactisch om de sniper in ieder geval de diamond armor te geven. En de golden armor aan de persoon met de saw. Ja, maar we hebben geen saw, of wel? Nee. Ja, de golden armor dan aan degene met de shotgun. Shotgun. Ik geef jullie één extra setje trouwens. Zo. Oh. Alsjeblieft. Want als je met 7 man bent, is dat natuurlijk super vervelend dat iemand helemaal geen gear heeft. Dus dat vind ik zo even. Oké, dan even het extra setje inderdaad even in de kist. Goed. Dan degene die de sniper was. Jij mag op dit moment al het rijtje met diamond gear mag je pakken. En eigenlijk alles wat erachter staat op het extra setje gear na. Dus je mag een heel bottle pakken en de steak. Oké. Kijk, het golden gear, dat is wel goed geprotect, hè? Golden gear is het beste, ja. Dan geeft dat maar aan jezelf, aangezien je de teamleider bent. Ga je wat minder makkelijk dood. Zit wat in, oké, dan heb ik dat. Dan kan volgens mij voor de rest op chain na, wacht, zit protection 4 op tegen protection 3. Gaat dat heel veel uitmaken? Protection 4 op protection 3, tegen chain, iron. Protection 4 is ook nog wel sterk. Daarom. Dus, maar goed, dat is voor de rest allemaal close combat zo'n beetje op de M14 na. Ik denk dat het niet zo heel veel uit gaat maken wat dat betreft. Nee, ik denk dat iedereen gewoon best een setje kan pakken. Ik weet het niet uit. Neem anders ook allemaal even één gauw appel voordat iemand de 6 neemt. Ja, dat zo. Hoppakee. Oké, dan zit in ieder geval tot nu toe allemaal verdeeld. Iedereen zijn gear. Even allemaal aantrekken als het kan, als je het gear hebt. Goed om te zien. Ja, oké. Goed, dan kan iedereen zijn wapen pakken. We weten dus wie de sniper is. We weten wie de wapens veel verder. Oké, ik wacht nog rustig tot de wapens worden gepakt. Neem ook al het ammo erbij wat er achter je wapen staat. Het belangrijkste zometeen, Duff, want ik ga je lekker in de reden vallen, is natuurlijk te zorgen dat je weet wat je rol is. He, dus je gear moet een beetje passen. Als jij zometeen besluit om niet boven een snipe spot te pakken, maar gewoon vol door die crates heen te gaan. Ja, dan moet je wel de gold of de chain armor hebben volgens mij. En een shotgun is ook super chill om te hebben als je daar doorheen loopt. Klopt. Dus ik ben heel benieuwd waar jij je mensen zometeen gaat neerzetten. Je hebt 2 hoge gebieden, zeg maar, en de rest is allemaal laag. En die conveyor belt moet je ook in de gaten houden. Maar ze kunnen ook met 5-6 man in één keer dwars door het midden dat rusje. Dat is zeker waar, maar we hebben 2 M14's. Voor zover ik weet zijn dat single burst wapens. Klopt. Die kunnen we als het goed is. Maar wel ik accuraat. Denk, daarom, maar die kunnen we denk ik ergens bovenop. Ik mag natuurlijk nog niet de map inlopen. Ergens hier iets hoger positioneren. Sowieso wil ik een sniper ergens bovenop hebben staan die vanaf daar rond het midden kan snipen. Ik blijf sowieso hier op de benedengrond, de voorgrond zitten met mijn shotgun en ik heb ook een M14. Ja, ik denk dat ik een soort van vliegende keyboard en voor de rest de MP5 die zullen gewoon
beneden aanwezig zullen die zijn. Ja, en op die manier... En MP5's, dat zijn echt monsters hier daarom... tussen de kisten, zeg maar. Die zijn daar echt super goed voor. Daarom, dus die blijven sowieso op begaande grond. En voor de rest heb ik een shotgun nog voor de zekerheid. Voor het herladen moment. Voor de mensen trouwens goed, nog... Klinkt goed. Mensen die nog niet veel met Flansmod hebben gespeeld. Linker muisknop is inzoomen. Rechter muisknop is schieten. Team damage staat aan, dus pas alsjeblieft op wie je schiet. Ook erg belangrijk, schiet niet meteen als je iemand ziet. Want het is ook een beetje een mindgame. Wie zijn kogels aan als eerste op, wie pak je daarna goed aan. Dus als je iemand ziet... Zoals je ziet, inderdaad, er is weinig ammo. Dan moet je beter verdelen. Yep. Nou, zij komen er dus al niet uit. Dus iemand heeft waarschijnlijk en de sniper en de shotgun. En daarom heeft V geen main wapen. Is niet jullie probleem. Jullie kunnen gewoon zometeen lekker gaan starten. Zij hebben... Ik heb niks. Je wilde er niet doorheen praten. Gas Creeper heeft helemaal niks. Ouwe, communicatie is het allerbelangrijkste in deze game. Als jij niks hebt, dan moet je dat zeggen. Oh, en de eerste kill die jullie maken, pak het op en geef wapens aan Gas Creeper. Yep. Ah, hij heeft zowat, hij heeft zowat. Ja, oké, top. Goed, mooi, blijf jij op de beneden grond staan, dan verander ik van positie. Dat is verder goed. Heeft hij de shotgun? Hij heeft nu een shotgun en granaat en handgun. Ja, de shotgun is niet meer effectief na 20 blokken ongeveer. Dus dan weet je dat. Echt close combat. Daarom is hij ook een van de betere gear setjes verder. Ja. Oké. Ja. Nou, dan gaan we even aan Blauw vragen of ze er klaar voor zijn. Belangrijkste jongens, dat weet iedereen als het goed is, ik typ het zo ook even in de chat. Wapens, ammo, apples, food, mag je allemaal pakken van de tegenstander als je ze gekild hebt. Gear mag je niet veranderen. Jullie hebben allemaal dezelfde setjes aangedaan, maar jullie mogen bijvoorbeeld ook zeggen, hey, dat gold of dat chain, dat is wel super chill, we gaan het verdelen. Dat kun je doen. Moeten jullie helemaal zelf weten. Maar jullie mogen geen armor die jullie oppakken van hun gebruiken. Van je eigen team in principe wel, maar wees daar gewoon eerlijk in. Team Blauw, klaar. Ik ben heel benieuwd of zij klaar zijn. Om nou, als te rushen of om juist defensief te spelen. Ja, ik weet het niet. Ik weet het ook niet. Nou, okay, als ze zeggen dat ze klaar zijn, dan is het bij deze go, jongens. En succes. Oké. Goed, ik ga hier naar boven toe. Ik ga naar links. Ja, oké, is goed. Oké, maar daar rechts. Gaat ook die kant op. Ja, Dylan, jij blijft een beetje in het midden zitten. Ja. Abel, jij gaat inderdaad links, ja, midden aanhouden. En dan gaat Friction, als ik je naam goed uitspreek. Dennis heet je volgens mij. Yes. Je houdt rechts inderdaad in de gaten. En we gaan sowieso, wij gaan niet voorbij het midden. Dat is het ene wat zeker is, we gaan niet voorbij het midden. We gaan eens even kijken wat zij van plan zijn. Maar goed, ik zie je maak zo kans. Sander. Maak ook een bepaalde kans. Oké, er was een granaat op links. Ja, klopt. Ik weet niet waar vandaan, maar er was een granaat. Ja, maar zo gebruik ook gewoon shift, hè, om te hurken. Laat ze niet je name tag zien soms. Okay, ja, dat ze niet op de band komen. Oh, er is er een sniper aan hun kant, aan onze kant. Er zit linksboven zit iemand. Sniper linksboven. Als een sniper kan kijken of hij daar misschien op kan schieten. Ik zie ook iemand daartussen lopen al. Tussen de blokken. Eentje zeg maar op het midden. Ongeveer echt tegenover jou, Abel, nu. Meneer Sleen? Ja, ik zie het niet, maar jij moet mij even een beetje guiden. Ja, hij zit meer naar rechts. Oh, wacht, ik zie beneden ook eentje bij mij die voor mij de shotgun... Shotgun zit rechts, hier bij mij. Boven, ik zie, zitten. Ik heb één belangrijk ding al opgezien. Of gezien, zeg maar. Ze hebben hun gear verwisseld. Ja, ze hebben inderdaad gear verwisseld. Zit er hier een heleboel... Oké, ik heb hier twee aan de rechterkant. Als er meer op dit moment aan links zijn, dan Dylan roleer een beetje richting links. Nou, daar weet je links gaat goed. Links is hier vrij rustig op het moment. Ja, want ik heb hier dus nu. Ik zie hier in het midden twee namen. In het midden zijn er veel. Twee namen. Ik zie meneer Sleen. Ja, ik zie. Er staat hier. Hier staan wat mensen bij links. Ik zag Dropveter hier al voorbij komen. En meneer Sleen staat volgens mij nog steeds bovenop. Ja, ik sta hier bij meneer Sleen. Ik heb hier nog steeds... Ik zie dat niet iedereen aan dat shift is. Je moet het zelf weten hoor, maar zij doen het allemaal wel. Ja jongens, hou die shift goed in de gaten. Dan loop je maar iets slomer. Zolang ze nog geen bepaalde aanval doen, is nog niks aan de hand. Als het goed is, kan ook iemand Duffy, van ons... kijk naar beneden! Heel killen loopt hier op het midden. Ik zit in de kopweg, jongens. Ik heb hulp nodig. Ik heb nu hulp nodig. Ik zie het. Ik heb dekking nodig. Bij jou. Schiet. Ah, kut, ik ben eruit. Midden. Er zitten twee mensen. Ik heb nog een handgranaat, daar kan ik op zich wel wat mee. Ik heb het overleefd. Ja, ik heb het ook overleefd, dat vind ik ook geniaal. Oké, ze zijn weg. Ze zijn hier. Waar zijn die nog steeds? Lopen naar rechts. Loop weer terug naar hun base toe, ze zijn sowieso zwaar gehit. Ja, ik heb twee keer met shotgun en real killer geschoten. Ja, maar ja, dat ze hebben alleen maar kogels op verloren wat dat betreft. Ja, dat is waarschijnlijk wat ze wilden. We moeten beter op onze kogels letten. Ik denk dat wij misschien ook zoiets moeten gaan doen. Dat wij een kleine aanval op hun moeten gaan inzetten. Zodat we daar er één of twee kunnen trappen, misschien zelfs uitschakelen. Door een voordeel beginnen te krijgen. Daarom ga ik nu ook van boven naar beneden toe, want boven je hebt wel goed overzicht, maar...
Blijf communiceren, hè, want ik zie net dat, wie is dat? Dendonia, als die dit overleeft, ja, jij schoot net iemand linksboven, maar je vertelt dat niet. Zeg dat, blijf communiceren, jongens. Mr. Yeah. Slater, dat geeft boven. De Rielkiller is op een blok geklommen, hij begon te schieten, hij is weer naar beneden gegaan. Hij klimt weer omhoog. Klimt weer omhoog, ja, ik zie het. Pieren moet hem kunnen zien. Als het goed is, is hun kant uit, trouwens het noorden, dus we kunnen makkelijk west of oost zeggen. Oké. Oh, ze zitten hierachter. Ze zitten heel erg dichtbij. Ja, ze willen heel erg, maar ik hoor verder ook niks van de sniper die toch een goede overzicht daar moet hebben. Ik ben hier op de linkerkant. Ik zie helemaal Bazzi staan, maar voor de rest zie ik hier niks. Of ze zijn aan het shiften. Aan de oostkant, onder ik zie de voorbij de linkerpaal. Wel. Helemaal Bazzi inderdaad, ze shift niet. Er zitten ongeveer twee blokken van het midden af zitten ze, dus pas op Abel. In het oosten onder de brug zit er een. Hoe zit het boven met die Slain? Zit hij daar nog? Hij zit er nog steeds. Ik heb hem al een paar keer gehaakt. Ik zie hem rennen daar inderdaad. Door de oosten onder de... Onder de brug. Dag 1 op rechts. Ja, ik zag hem inderdaad. Hebben wij op oost ook iemand staan bovenop de bovenop niet meer, bovenop is weg. Aan het oosten, iets voorbij de brug, zit er twee. Ik zit hier met Ianver. Ik zit hier met Ianver. Hij schiet me bijna de kopwebs in. Cosmo, ik kom nu van links achter bij jou. Maar het lukt niet. Ik ben safe. Ja, schiet me. Blijf achter me hier. Voor mij hier. Oh, hier. Oh, die zit hier gelijk, hè. Jezus. In het midden. We zitten er links op een moment. Ianver en Dropfeter, die zitten hier links. We zitten letterlijk nu naast ze. Jullie zitten hier recht voor me. Ik ben ook naar links gekomen. Ik zou als ik jullie was één van die mensen die nu bovenop staat weghalen, want jullie hebben een man minder beneden. Er staan twee man niks te doen daarboven van jullie. Tom, moet jij even naar beneden, want ik ben slapen. Ik ga naar beneden. Tot de vier zitten daar. Oh! Ik heb mooie hits op Ianver en Dropfeet. Ze zitten nog steeds bij die paal. Er zitten er drie onder de brug. Iemand heeft... Oh, Ianver heeft zandige grenade. Holy shit. Een coin granaat naar hun. Daar moet je dus voor oppassen. En die twee gasten die er net boven zaten, die hebben tot nu toe niks met de fight gedaan. Nee, klopt. Dus die moet je aansturen, Duf. Die staan daar een beetje aan de neus te vreten. Ja, sniper, kom naar beneden als je kan. En de MP is ook aan de linkerkant beneden zijn er die twee mensen. Drie op midden. Enver en V hier, aan de linkerkant. Gaan allemaal naar links. Gaan allemaal links, volgens mij. Gaan allemaal links, ja. Ze zijn aan het flanken. Ze komen hier iets meer naar binnen dringen. Jens kan nu naar beneden schieten. In plaats van weg te rennen. Niet wanneer je kan schieten, moet, mensen ik zei je links in mijn eentje. Even naar beneden schieten. Oh, dat was in mijn rug. Excuus. Hier zitten Enver en Dropfeter. Ik heb shotgun, hè? Links, Dylan. Hij is weggerend. Links zitten Dropfeter en Enver. Ze hebben zichzelf vastgezet. Ja, prikkeldraad. Maar dat is niet heel handig. Zit hij in onze bek? Dat zeggen ze! Jongens, kom terug. We komen met z'n allen onder de brug. Ook daarboven staat nog iemand. Oh shit. Oké, ja, hoeveel mensen hebben we nog? We hebben van maar twee verloren, of niet? Ja, ze zitten letterlijk op jullie stukje op links, maar ze zijn getrapt. Ze kunnen nergens heen. Ja, die kunnen we moeilijk. Als je. Ik was gewoon pas op. Oh, vanaf ook nog steeds aan de bovenkant. We nu een granaat zouden hebben. Ja, wie ik heb een granaat. Ik heb granaat. Oké, gooi daar naar binnen. Hier zit Rielkiller, echt om het hoekje. Om het hoekje, Cosmo. Ik heb hem gegooid. Ik weet het, maar goed. Ik weet niet of het enigszins is gedaan. Nee, ze leven allemaal nog. Maar kunnen wij niet vanaf bovenaf hier erin? Enver komt hier, pas op. Ik kan gewoon erin vanaf hier, jongens. Waarom is niemand eerder naar binnen gegaan? De shotgun killt ze hier keihard. Daarom, ze kunnen er niet uit. En het andere team dat doet niks. Fietsers zijn hier achter, alle twee. Pas op, jouw helm is weg. Nee? Ja, de helm is weg, Cosmo. Let op. Ja, Enver zit daar vast. We moeten hem daar wegpakken. Ja, jij hebt de shotgun. Ga die voor elkaar. Je hebt de shotgun. Als je maar twee keer schiet, je hebt... Ik zal hem even. Oh, door. Het blauwe team helpt ze niet. Oh my schiet god. Door, schiet door. Jongens. Daar schiet ja. Ja, dat klopt wel, maar ik moet ook reloaden. Ik krijg hem niet dood. Ik heb drie keer geraakt. Eentje zit al van onze kant aan de weg. Krijgt hij niet dood? Luister naar Jens. Ze zitten achter je. Ze zitten nu achter je. Ze zit ook achter je. Ze zijn al op de map. En V die leeft nog steeds. Ja, maar Dylan, hoe kun je haar nu niet dood hebben met je shotgun? Ik heb drie keer geraakt. Ja, we raken haar op een of andere manier niet. Ik heb ook een heel magazijn op leeggeschoten, maar het leek alsof ze geen damage kreeg. Wat? Nou, het lijkt me ook van wel. Ga een stukje terugtrekken, ik heb best vrij de Ja, daarom. Dat had gewoon lang dood moeten zijn.
Je hebt nu gewoon scheef geschoten. Ja, dat kan ook. Dat kan ook. Dat zou kunnen, maar ja. Je hebt een fucking shotgun plus. Gas Reaper, ga alsjeblieft shiften, ouwe. Oh my god. Ja, daar ga je al. Oh. Je bent een sitting duck. Je hebt mij gewoon genakt. Yep. Ik ben nu opgesloten, ja, ik ben dood. Je hebt mij genakt. Je gaat volledig te shiften, terwijl je wist dat je omsingeld werd. Ben ik nu de enige over? Mij is Jens de enige, nog. Ja. Ze zitten daar. Oh, nou, Jens. Toch? Oh, we zijn er ook nog. Oh, wie er meer? Jens en? Ze zitten allemaal bij onze kisten. Kijk, ze gaan me insluiten. Wie leeft er nog dan, behalve Jens? Ja, Dendonia. Ah. Ze hebben me ingesloten. Ja, ze weten al waar je bent, dus succes, hè. Voor mij weten ze het niet. Ik ga nog proberen om nog één kill te kunnen pakken van iemand die eventueel achterblijft. Hopen dat lukt. Hoop het ook. Redde Jens, eet je appels alles. Jens, op zich kan ik ze een beetje afleiden dat jij er van tussen rent. Maar ik weet niet eens waar is Dendonia nu dan? Nou, sniper is ook down. Ben Abel zou nou nog moeten leven. Ja, ik schoot net op V, alleen of ik ben weer scheef. Maar waar zit je nu dan? Ja, waar zit je inderdaad? Ik zit nu achter een stel dozen geshift op die plek waar zij net vast zaten allemaal. Ja. Als ze denken dat ze gewonnen hebben, maar nee. En dan gaan ze dus een duck hunt doen en dan hoop ik dat ze dus gaan verspreiden om mij te zoeken. En heb dat je nog toevallig nog een granaat? Want dat is waar Sander dus intrapte bij Enver. Was perfect geplaatst. Geen granaat meer helaas. Ik heb nog wel een Deagle en een MP5. Maar ik hoop dat ze dus verspreiden en dat ik nog 1 of 2 kills kan pakken. Of misschien allemaal, als ze allemaal apart komen. Ja, zij hoeven nou niet meer te shiften, dus ze kunnen keihard jagen nu. Ja, maar ik zie ze nog steeds niet. Tenminste, wie zien we hier? Hier wel iemand dichtbij. Helemaal Bas. Maar ondanks dat Duffy het 2 keer gezegd heeft, ben ik tijdens de game nog 3 keer... zag ik nog steeds Gas Creeper, terwijl je aan het verliezen was, niet shiften. En daardoor wisten ze ook waar jij was. Ja, dat is echt super zuur, ouwe. Daar pakten ze me ook nog even goed, ja. Yep. Kunnen wij nog zien? Ze vinden me. Sorry. Kijk, want ze zijn nu wel verspreid. Ja, ze zijn je dan volledig aan het zoeken, ze gaan je nou zien. Kan haast niet anders. Niet eens. Ik weet nog steeds niet waar je zit. Ja, ik wel. Ik weet wel waar ik zit, maar... Even kijken. Ik wil niet te lang gaan stallen, maar... Als ik nog eentje kan pikken tussenuit die ergens zit. Wat wapen heb je? Een MP5 en een Desert Eagle. Maar garandeert, zij shiften niet, dus je kan altijd... Oh, ze shiften. Ja, ze shiften echt niet. Nee, ze shiften nu niet, maar ik zie ze niet. Ze zitten nou op het middenstuk. Ik zie daar een naam. Even kijken. En kan ik die op het hoekje gluren? Concentratie, jongens. Oké, ja, daar zie ik namen. Heel veel zelfs. Heel veel namen. Maar toch lopen ze uit elkaar. Deeltelen. Ik moet hopen dat er eentje... Eentje, net even langs gelopen. Je mag ook GG callen. Met die ben je in ieder geval niet dood gegaan. Nou, ik ga strijden. Winnen kun je toch niet meer? Ik strijd tot het... Tijden tot het einde, hè? We geven niet op. Maar ik ga gewoon. Ga daar denk ik gewoon in met 2. Weet ze waar ik ben? Er komt een killer het hoekje, joh. Hallo. Die kun je nog hebben ook. Oh ja, ik heb het! Daar gaan we! De 3! Ik heb wel de leader nog kunnen killen. Nou jongens, dit was fucking cool. Ik denk dat Duffy misschien een paar wijzigingen in zijn team wil gaan brengen. Wat betreft mensen die misschien wel of niet luisteren, zo maar te zeggen. Ik zou zeggen, gefeliciteerd voor iedereen natuurlijk. Vooral voor de winnaars, dus het team van Real Killer. Duffy goed gestreden, maar een aantal mensen die vergaten shiften of vergaten überhaupt op te letten. Die 2 man die hierboven bleven zitten, die eigenlijk niks deden. De hele game, zeg maar. Ja, toen werden jullie al omsingeld en waren jullie flanken open. Wel super tof, laten we het nog een keer gaan proberen. En misschien dan even op het kanaal van Duffy Games dat je first person kan bekijken. Whatever, laat even een like achter jongens. En als jullie willen dat we dit een keer gaan livestreamen in de vorm van een toernooi, dan kan het natuurlijk ook. En bedankt voor het kijken.